De officiële oplevering van het project Renovatie Huizen Tiel-Tiel heeft vanmorgen aan de Margarietalaan plaats gehad. Rosebel Goldmines NV heeft op verzoek van de directie van Stichting Huizen Tiel-Tiel het internaat dat onderdak biedt aan kinderen met een lichamelijke beperking volledig gerenoveerd. De totale renovatiekosten bedragen ruim $200.000. Stichting Huizen Tiel-Tiel heeft als doel kinderen met een lichamelijke beperking in een huiselijke omgeving onderdak te bieden en hen in de gelegenheid te stellen aangepast onderwijs en therapie te volgen. Momenteel biedt Tiel-Tiel huisvesting en verzorging aan 26 kinderen in de leeftijdsgroep van 4 en 17 jaar. Volgens Rita Kruiner-Gambier, directrice van Huizen Tiel-Tiel, heeft Steve Ledwin, de CEO van I Am Gold, vorig jaar tijdens een bezoek aan het internaat positief gereageerd op een verzoek voor de renovatie van het gebouw. Gambier zegt dat Huizen Tiel-Tiel een grote betekenis heeft voor Ledwin. En toen mochten we kiezen en we hebben voor het dak gekozen en vanuit het dak toen kwam het hele gebouw. Dus het gebouw was een beetje verweerd. Je kan je voorstellen, 40 jaar oud, ietsje langer dan 40 jaar, dan zijn een paar dingen vervallen en vandaar. Dus we zijn heel erg blij en dankbaar. Rita Kruiner-Gambier, directrice van Stichting Huizen Tiel-Tiel. Volgens de CEO van I Am Gold doet het hem goed om te zien welke grote impact de bijdrage heeft op de duurzame ontwikkelingen van gemeenschappen en het land en met name Huizen Tiel-Tiel. We've been here operating at Rosebel since 2004, and we've produced many ounces of gold. But the most important thing we can do as a company is to make sure we have a good working relationship and partnership with the community, and in this particular case with the people of Suriname, and this home which exists here. And I know it's been here for a long time, some 45 years, and when I came here, the ceilings were falling from the water that was dripping at the time, it was raining, right through the ceiling. And as Mr. Hawkins said, that it wasn't draining properly either, so you had a double problem. You had the rain coming through, and it wasn't being drained away. U hoorde Steve Ledwin, CEO van I Am Gold, vanmorgen tijdens de officiële overdracht van het gerenoveerde gebouw van Huizen Tiel-Tiel.